Hallo iedereen, dit is het nieuwe Dirtcraft seizoen 4. En ja, het seizoen 3 is gedaan, nu is het seizoen 4 van Dirtcraft, moet je allemaal weer opnieuw gaan beginnen. Ik heb er heel veel zin in, want ja, ben wel toe tot een frisse start op Dirtcraft, want ik vond namelijk niet meer zo leuk seizoen 3. Maar ja, ik heb ook heel wat grote plannen natuurlijk voor dit nieuwe seizoen. En het begint al goed, want we hebben hier lama's gevonden, die kunnen misschien helpen, maar ja. Ook kan ik even misschien toch wel een zwaardje maken en een bijl, dat zou me toch wel even helpen. Hout moet ook heel veel van hebben, dus hak ik ook maar heel veel hout, want dat is heel erg belangrijk. Ook stenen zijn belangrijk, dus haal ik hier even al de steentjes. En ja, ik wens ook heel veel succes met alle andere mensen die ook op deze Dirtcraft server spelen. Ja, een village gevonden. Ik hoop dat hij nog niet gloed is. We zullen zien. Ja. En helaas, de village is al gloed. Maar ja, ik kan dit even van dit hier meenemen. Dat is toch ook wel leuk om even te hebben. En ja, dan kan ik twee broodjes meemaken. Dan heb ik wat voedsel. Natuurlijk heb ik ook nog wat meer voedsel nodig. Dus ga ik wat beesten afslachten. Of beter gezegd dieren afslachten. Bijvoorbeeld deze koe. Hier komt onze basis. Ja, ik heb nog niet echt een idee van bouwwerken wat ik kan maken. Misschien kunnen jullie al beginnen met de eerste aflevering wat dingen achter te laten in de reacties wat ik kan bouwen. Maar wat ik wel wil doen is bijvoorbeeld gaan mijnen en op zoek naar resources gaan. Dat lijkt me ook wel leuk. Ook nog een paar automatische farms gaan maken, maar ja, dat is misschien nog nu een beetje te vroeg. En ik vraag me eigenlijk af, geloven jullie eigenlijk dat de mensheid ooit iets op de maan is geweest? Want namelijk al een paar tientallen jaren geleden, of ja, het was al heel wat jaren geleden, is de mensheid voor het eerst op de maan geweest. Alleen de meeste mensen zeggen dat het vals is, dat de mensheid eigenlijk nooit op de maan is geweest. Maar ja, ik ga even, zie ik je zo even weer terug, want ik ga terug naar boven en ja, eindelijk heb ik sugarcane gevonden. En dat werd tijd. En ja, daar aan de overkant zie ik nog meer sugarcane. En ja, geloof jullie ook dat het vals is of dat het echt is dat de mens op de maan is geweest? Dan vraag ik me ook wel af of de mens uiteindelijk wel echt op de maan is geweest of niet. Ja, meer hout nodig natuurlijk. Alleen oppassen voor die lava pool natuurlijk. Want lava kan echt heel erg gevaarlijk zijn. En ook is er zo'n legende dat bijvoorbeeld keizer Nero had ooit heel erg Rome laten platbranden door hem, voor hem, alleen een paleis voor hem zichzelf te maken. Maar ja, deze houtsoort heb ik nog niet, dus die zou ik ook wel graag willen hebben. Dus waarom niet hopen hakken tot ik een sapling krijg, kun je ook nog even afslachten voor voedsel. Ja, het is misschien een beetje gemeen, maar ja, het moet gewoon, wat is overleven. Ja, dit zijn onze vriendjes op deze Dirtcraft server, de ijsbeertjes. Ijsbeer zijn ook best wel leuke en mooie dieren, alleen in het echt kunnen ze wel gevaarlijk zijn. Ook in Minecraft, als je ze aanvalt, kunnen ze ook terugvechten, maar dat gaan we natuurlijk nu niet doen. We laten ze gewoon hier met rust leven. Nu we bij onze basis zijn, plaats ik hier een bord dat de mensen weten dat ik hier dit gebied heb geclaimd. Ja, het is nog niet zo heel ver van spawn dat ik woon, maar meer resources heb ik nodig, dus gaan we die resources ook gaan verzamelen nu natuurlijk. Oh ja, kool, daar heb ik echt heel veel van nodig, want ik moet echt een heel groot gebied gaan verlichten met fakkels. Want het is hier namelijk op hard. Ik ben daar straks namelijk offscreen ben ik doodgegaan door een vervelende creeper die me in de rug wou aanvallen. En daardoor ging ik dood. Toch wel echt heel erg jammer als een creeper je in de rug aanvalt. Ik denk toch. Oké. Maar ja. Oh ja, pickaxe is kapot. Overschakelen naar de volgende. En nu overschakelen naar iron hakken. Gaat natuurlijk een beetje trager. Dan kool hakken.
nu kunnen we ook weer ons geld er zo op gaan plaatsen ergens zo, ja, natuurlijk, ja, we kunnen er net nog bij iets aan de kant gaan, zo, ja, nu moet ik naar beneden gaan, waarschijnlijk toch, ja, naar beneden een blokje plaatsen en kan ik weer een ladder voortzetten. En dan ga ik even hier wellicht in wat hopelijk diamonds kunnen vinden in de eerste aflevering. Dat zou wel leuk zijn om in de eerste aflevering al diamanten te vinden op deze Dirtcraft nieuwe seizoen. Ja, iron hebben we toch al geluk om misschien al wat armor en zo te gaan maken, of een iron pickaxe, want die heb ik nog steeds niet. Ja, die nou nog net niet genoeg hebben voor volledig armor of zo. Oh ja, hier hebben we een lava pool, misschien zijn daar beneden diamonds, maar ik ga hier even iets maken. Ik ga namelijk zo'n klein ja, plekje maken waar we onze dingen kunnen bewaren. Even wat fakkels maken voor verlichting. Hup. Ja. Ja, crafting table nu even. Ook zijn er heel wat nieuwe achievements, namelijk dat het 1.12 is. Dat is 1.12 is best wel een leuke update. Met al die nieuwe achievements en die papegaaien en zo. Meer iron, kom maar hier. Ja, nu kunnen we toch onze eerste pickaxe gaan maken. Daar werd het nu eindelijk tijd voor. Hup. Ook kunnen we misschien ook nog onze spullen hierin stoppen, want ja, anders hebben we weer een overvol inventaris, dat is ook niet echt handig. Dit zijn onze schoentjes, onze Geox schoenen, of Crocs, of hoe het ook wil, wat voor schoenen het ook wel zijn. Ik koop soms mijn schoenen wel bij Torfs, dat is namelijk een schoenenwinkel Torfs. Het is een mineshaft, maar alleen mineshafts kunnen heel erg gemakkelijk verdwalen, dus ga ik nog niet in de eerste aflevering. Maar misschien kan ik hier diamanten vinden. Oppassen natuurlijk dat ik niet in die lava val. Ja, diamanten. Ik heb diamanten gevonden. Eindelijk heb ik die diamanten gevonden. Ja. Ik ben namelijk heel erg blij met de allereerste diamanten die we hebben. Yay. Die diamantjes zijn van ons. Even een blije smiley in de chat zetten. Zo. Oké, even het iron ga ik toch gewoon nu even meenemen naar boven, want ik ga toch naar mijn gewone basis. Zo, en dit was de video. Ik heb jullie genoten. Hopelijk houd je ook van deze stijl van video's. En ja, geef deze video een like en tot de volgende keer maar weer. Doei doei.